Goedendag, ik ben Jeroen Hurst en ik wil u graag wat vertellen over de pasmeldingen in het kader van stikstof. Zoals u wellicht weet, is na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 zijn de meldingen als niet meer rechtsgeldig aangemerkt. Dus dat betekent dat iedereen die destijds een melding heeft gedaan en dacht een toestemming te hebben in het kader van de wet natuurbescherming voor haar activiteiten, dat nu niet meer zo is en in feite illegaal zijn. Dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. Dat heeft dan ook geleid tot de benodigde actie van het Rijk en de provincies en ze zijn overleg gegaan om te kijken hoe dit op te lossen. Er is tenslotte sprake van bedrijven die volkomen te goede trouw hebben gehandeld. En er zijn verwachtingen gewekt dat de melding een prima en rechtsgeldige oplossing was in het kader van de wet natuurbescherming. Nu dat nu niet meer zo is, is het ook nodig om alsnog die stikstofrechten vast te leggen. Het Rijk heeft daar een aantal toezeggingen over gedaan en een actie ondernomen daarop. Meldingen die destijds, dus voor 1 mei 2019, volledig zijn gerealiseerd, of meldingen waarbij aantoonbare stappen op dat moment waren gezet om tot volledige realisatie over te gaan, of meldingen van voor 1 mei 2019 en die onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan, zullen worden gelegaliseerd. Hiertoe is er een aanpak geformuleerd door het Rijk. Tot 1 oktober kan iedere melder bij het RVO haar situatie melden en laten weten in hoeverre de melding daadwerkelijk gerealiseerd is of nog gerealiseerd zal gaan worden. Op basis van die inventarisatie wordt dan ook duidelijk welke depositie er nodig is, welke depositieruimte er nodig is, om al deze meldingen alsnog te kunnen legaliseren. Het Rijk denkt dat hier circa 11 mol voor nodig zal zijn. Vervolgens gaat het Rijk bezien op welke wijze ze dat kunnen gaan vastleggen. Dat zal in 2021 zijn beslag krijgen, zodat iedereen die een rechtsgeldige melding had op het moment van mei 2019, opnieuw weer zal beschikken over een rechtsgeldige vergunning of toestemming in het kader van de wet natuurbescherming. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze presentatie? Dan kunt u die stellen op stikstof@flevoland.nl. Dit was mijn presentatie. Ik wens u een goede dag.